Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag maandag en ik ben thuis. Nou, JD die ligt boven te slapen, Elijah en Janai die zijn op school. Ik ben begonnen met ik ben iets nieuws aan het doen. Bij de Jumbo heb je echt hele lekkere kaneelknopen. Dat heb je bij de broodafdeling. Het is heel zoet, maar het is super lekker. Ik vind het lekker. En ik bedacht, dit kan ik toch zelf maken? Dus dat ben ik dus nu aan het uitproberen. Ik heb er nu net eentje gemaakt. Ik ga nu de tweede doen. En dan laat ik jullie ook eventjes zien hoe ik dat dan doe. Ik neem jullie er gewoon in mee. Alsof dit de shit is, hè? Ik weet het helemaal niet. Ik heb het dus nog nooit gedaan. Maar ik denk dat ik het wel kan. A la Pippi Langkous. Oké, ik neem jullie gewoon even mee. Oké, wat heb je nodig? Ik gebruik croissantjes, croissant. Ik heb kaneel. Ik heb suiker, ik heb boter en ik heb het gemengd. Boter in het bakje gedaan, suiker erbij, kaneel erbij. En dan doe ik dit, zeg maar hierop. En dan ga ik vanaf daar, kom ik bij jullie terug. Oké, ik heb dus nu, niet heel netjes zoals je ziet, maar goed. Volgens mij is dat ook niet nodig. Het mengsel van de roomboter, kaneel en suiker gesmeerd op de croissant. Croissant? Ik ga het stuk als ik het zo zeg. Op het deegpunt. En wat ik nu ga doen is dat ik er nu, zeg maar zo, ik draai het bord even om. Dat ik er stroken van ga snijden. En dan kom ik er bij jullie terug. Zo zijn de stroken. Ik heb er nu net al eentje erop gelegd. Want dat is dus wat ik met z'n allemaal ga doen. Maar ik moet dat echt even filmen, want nu zien jullie niet hoe ik dat ga doen. Oké, ik kan duidelijk geen standaard vinden, maar goed, ik doe het even zo. Dit verhuist hier. Oh, shit. Ik was zo geen kok. Maar deze doe je zo optillen en dan zo. Snap je? Zo. En dan zo. Nou, dat doe je dus met allemaal. Oké, zoals jullie zien zijn de strookjes zeg maar allemaal op elkaar. Ik hou even dat ding weg wat ik zogenaamd als standaard heb gebruikt. Wat ik doe, ik pak hem op, dit hele dingetje, zo. Zo. Ik draai het. Oh, dat zie je niet. Ik draai hem. En dan maak ik er zo een knoop van. Oftewel, een kaneelknoop. Een kaneeldraai. Zo moet je hem zien. Ja? En voilà. Dit gaat in de oven. En dan gaan we het eten. Well, I fucked it up. Volgens mij was dit niet helemaal de bedoeling, mensen. Maar het ziet er wel smakelijk uit, toch? Alleen, dit is niet de bedoeling. Hoe krijg ik het voor elkaar dat de olie, zeg maar de boter, niet eruit gaat, maar erin blijft? Of is dit wat er bij bakkers ook gebeurt? Hey! Misschien gebeurt het ook wel bij bakkers, maar weten wij veel. Oké, mensen, ik deed wel met een met deeg van croissant. Maar waarschijnlijk moet je gewoon echt je eigen deeg hiervoor maken. Want ik zie gewoon echt een uit elkaar getrokken croissant of zo. Je snapt wat ik bedoel, toch? Waarschijnlijk is het spang, daar niet van. Maar ik denk gewoon dat ik voortaan mijn eigen deeg moet maken. Dus you can try this at home, but I'm not will recommend it. Het is vandaag dinsdag en er is weer een nieuwe kruidvat squat mama squat box binnengekomen. Ik ga hem even met jullie openen. Even kijken hoor. Dit zit er allemaal in. Even kijken, we beginnen bij het begin. Naive Kids Hair Care Routine for All Types of Hair. Dit is van de haarlijn van Naïef. Ik weet niet of jullie dit product kennen of dit merk, maar het is een heel mooi product vooral. Natuurlijk en even kijken hoor. Groen, free, vegan, nou ja. Ik kan altijd eventjes een kijkje nemen. Wat gebeurt er? Ja, er viel iets. Kruidvat hydraterende hand- en nagelbalm, aloe vera. Engels is niet mijn sterk. Blauwe kruidnoten van Kruidvat. Even kijken hoor. Met witte chocolade en een gekleurde laag
en bosbessen smaak. Nou mensen, rennen naar Kruidvat. Rozijntjes, altijd handig. Wat zat er? Oh ja, dit is ook al mooi. Wow, dat was niet de bedoeling. 0% suiker toegevoegd. Oh, dit is echt heel fijn. Dit kan je overal ingooien. Echt heel lekker dit. Gewoon geraspte kokos. Maar Jelly die is het er niet mee eens. Biologische wattenstokjes. Wattenstaafjes. Mijn favoriete luiers. Maat 1. Oké, ik begrijp. Ze hebben een duidelijke fout gemaakt. Want Jelly die draagt geen maat 1 meer. Maar je kan bij Kruidvat alle pakken, dichte pakken, gewoon zonder bon omruilen voor de juiste maat. Dus dat is heel erg fijn. Dat kan ik ook gewoon doen. En dit is de nieuwe lijn van Kruidvat. En die heet dus niet meer van. Dit is geen Bambino meer. Maar dit heet Better. Nee. Hoe heet het nou? Ik moet even opzoeken. Want ik had het dus in de briefing gekregen. Ik ga het wel even opzoeken. Nou, ik schrijf het er wel bij. Want ik ga nu zomaar strokkelen voor niks. Maar dit zijn dus rompertjes. Ze hebben wel aan jullie de juiste maat. Gelukkig van de rompers. En een pyjama. Wat schattig. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Oh, dit is altijd handig. Van die dual pads. Om dan je make-up of je gezicht te reinigen. Ik heb het echt gehaald. Die hadden we al. Een tandenborstel. 100% van gerecycled plastic. Van 100% gerecycled plastic. Mooi. Oh, dit is schattig zeg. Zeg maar zo'n knuffeldoek. Oh, Batjo. Oh my god, I'm so sorry. Een knuffeldoek. Van Kruidvat. Sokjes. Van hetzelfde. Ja, ik heb al gezegd dat ik het erbij schrijf. Ook de juiste maat. En even kijken. Deze. Libresse period underwear. Dus dit doe je gewoon aan. Geen maandverband of tampon in. Dit zit er dus allemaal al in. Je hebt alleen maar de onderbroek aan. Feel fresh freedom. Up to 8 hours reliable protection. En high performance breathability. Nou, dit zegt genoeg denk ik. Dit heeft dus niet. Dus kan bij Libresse dus nu ook zoiets kopen. En had ik nog iets? Oh ja, deze. De shampoo en conditioner van Kruidvat. En het is CG. Waar staat dat nou? Hier. CG Proof. Nou, ik. Oh, ik heb er nog iets. Lipbalm. Wat een mooie doos. Een mooi gevulde doos weer. Oh, ik ben dit vergeten ook nog. Die zagen hier waarschijnlijk al wel. De Kruidvatbom. Iets leuks. Mogen we wat verkopen? Nou, we kunnen weer helemaal vooruit. Ik dacht dat ik klaar was, maar dat was ik niet. Ik was deze vergeten. De Refreshing Shower Gel met eucalyptus en bio-rosemary. Hij ruikt zo lekker fris. Dus dit is echt een aanrader, mensen. En uiteraard weer vegan, 99% natuurlijk. Nee, je snapt wat er staat. Whatever. Top. Nou, ik had honger mensen, dus ik maakte voor mezelf een bami soepje met gebakken uitjes. Dat heb ik eroverheen gedaan. Ik ben vandaag echt heel erg druk trouwens, met content maken en Nigeli die is niet helemaal lekker in haar vel. Zit niet lekker in de vel. Maar ja, het hoort er allemaal bij hè, mom life with a newborn. Of nou ja, newborn. Met een baby gewoon. Nou, ik ga even lekker eten. Ik eet mijn bami soep altijd met een kopje thee ernaast. En dat was ik gewoon vergeten. Dus ik heb net even een theetje gezet. Met een vraag uiteraard weer erop. Even kijken hoor. Welke cultuur fascineert jou? De Surinaamse cultuur. Ja, vind ik heel interessant. Ik
ben ook wel benieuwd naar jullie antwoord. Dat mag je uiteraard delen in de reacties. Maar ik, ja, mijn eigen cultuur. Zo, het is vandaag woensdag en ik heb de kinderen naar school gebracht. Die moet ik, wauw, lichtinval, zie ik. Het is vandaag woensdag. Ik heb de kinderen net naar school, of vanmorgen naar school gebracht. Het is nu alweer middag, want ik ga ze nu alweer ophalen. Ik ben gewoon net met Angelie in slaap gevallen. Ik heb haar gevoed. Gisteren was het echt wel eventjes een dag dat je denkt... Oh, want zij weigerde de borst. Ze weigerde de borst. En ik wist gewoon niet meer waar ik het moest zoeken. Ik heb gewoon de lactatiekundige gebeld. Bijna ging ik gewoon kolven. Terwijl ik gewoon thuis was met haar. Maar ja, ze wilde niet drinken. Dus goed, dat was even een stress moment. Ik moest bijna huilen. Ik heb dit echt nog nooit gehad. Ik had nooit verwacht dat ik zo gehecht zou zijn aan het geven van borstvoeding. Het enige wat ik dacht toen ze aan het weigeren was... Nee, ik ben er nog niet klaar voor om geen borstvoeding te geven. Dat was het enige wat door mij opging. Ik had mijn beste vriendin geappt en she was like, nee. En toen ze wel weer dronk, zei ik, ze drinkt weer. Gewoon 5 uur heeft het geduurd, mensen. Ze heeft gewoon 5 uur niet aan mijn borst gedronken overdag. Dat is not like her. Maar goed, we weten nog steeds niet wat het was. Het was gewoon, ze wilde gewoon even niet. Ze heeft niks in haar mondje. Ik ben niet ongesteld, dus de melk is ook niet anders. Misschien wordt ze ziek, dat kan. Tandjes kan. Een sprongetje kan. Alles kan. Maar goed, het belangrijkste is dat ze nu gewoon weer drinkt. Ik heb met haar gaan liggen en heb ik haar gevoed. En toen ben ik in slaap gevallen. En ik hoorde in de verte de bel. Maar ik dacht, ik weet het niet wat ik dacht. En nu kom ik beneden en dan zie ik inderdaad dat er een briefje in de bus was. Maar goed, wat ik nu ga doen is het volgende. Ik ga naar boven. Ik heb jullie wat laten zien. Let's do this. Eerst eventjes naar Jaylee haar outfit laten zien. Dit is een heel schattig shirtje. Die is van Prenatal. Dit pakje is van Prenatal. Dus pak beetjes, mensen. Heerlijk. De sokjes zijn van Zeeman. En het speenkoordje is van Kleine Pauw. Van een oud klasgenootje van mij. Even zo laten zien naar Jaylee. En dit kan je natuurlijk ergens aan vastmaken. Maar dat is iets wat ik jullie wel laat zien. En Jaylee, haar outfit of the day is uiteraard wel heel erg schattig. Ik wil even aandacht voor het Moses mandje met het Dimees matrasje. Deze is dus custom made. En ik wilde hier even wat extra aandacht aan besteden. Omdat ik er eentje aan jullie weg mag geven. Kijk eens hoe mooi. En ik heb er dan ook nog, zeg maar, zo een doek bij gekregen. Het is een heel dik stofje. En deze doek kan je dan, bijvoorbeeld als je de baby gaat verschonen, hieronder doen. Kan je de baby, en als de baby dan lekt of iets anders, dan verpest je het matrasje niet. Deze kan je gewoon natuurlijk heel makkelijk in de prullenbak gooien. Wauw. In de wasmachine gooien. Dat wordt met dit wat lastiger, maar dat is uiteraard mogelijk. Kijk eens, ik heb zeg maar de ripstof aan de andere kant met een goud randje. En dan wit met gouden... Juist, goed zo, ja, goed uitgelegd. Ja, dank je. Nou, dat is wat jullie heeft al verteld. En het is dus zeg maar natuurlijk van die mee, zoals ik net al zei. En ik mag er dus eentje naar keuze custom made weggeven. Ja, ik bedenk me net dat ik dus echt het hele verhaal heb verteld zonder dat ik naar jullie keek. Maar jullie hebben, als het goed is, wel geluisterd. Ik mag dus een matrasje custom made. Mag je helemaal zelf naar wens samenstellen. Ik moet boven naar Jaylee uitpraten. Je mag echt niet door me heen praten. Die mag jij dus, mag ik weggeven. Wat je moet doen om kans te maken op een matrasje naar keuze. Een Dimees matrasje voor Moses mandje. Reageer op dit... laat de reactie achter, punt. Wauw. Dus ik was gewoon afgeleid doorgepraat. Laat de reactie achter onder deze video. Volg Dimees op Instagram. Ik heb een link van haar Insta in de omschrijving staan. Dus het is heel makkelijk te zien. En... ja, wat nog meer? That's it. Wat ik nu ga doen is dat ik me even ga omkleden en dan de deur uit. Ik zei net dat er een pakketje binnen was gekomen.
Want ik had een briefje in de bus. Dat komt eigenlijk ook helemaal niet meer voor. Wauw. Maar goed, ik had hem dus wel in de bus gehad nu dit keer. Maar net was er dus weer een pakketje gekomen. En ik weet eigenlijk niet zo goed. Oh, hier. Dit pakketje. Ik heb geen idee wat er... Dit weet ik wel. Dit is van een nieuwe samenwerking waar ik heel erg naar uitkeek. Yes. Nou, het is alweer avond. Ik ben dus thuis. Ik moet heel snel praten wat Nigeli, she's not having it. Toen ik wegging, toen ben ik met de kinderen gaan skaten. Ilaatje naar de fysio gebracht. En toen hebben we een patatje gehaald. Lekker was dat. Kinderen heb ik net op bed gelegd. Nu is Nigeli aan de beurt, uiteraard. En daarbij ga ik dan ook meteen de vlog afsluiten. Dit was de eerste daily vlog, week vlog, whatever vlog. Echt sinds forever. Ik merkte wel echt dat het weer heel erg wennen was. En zoals je ziet heb ik ook heel veel gaten laten liggen. Hé, ik word gebeld. I really gotta go. Waarom ga ik altijd Engels praten alsof het er, als het er niet vloeiend uitkomt? Like, don't ask me. In ieder geval bedankt voor het kijken. Thumbs up als je dit een leuke video vond. Oeh, bijna gevallen. En thanks. Bye.